Welkom in het open opvangcentrum in Kalmthout. In eerste instantie gaan hier families komen met kinderen. En we gaan als eerste het gelijkvloers gebruiken voor die families op te vangen. Een open centrum betekent ze mogen vrij binnen en buiten. Maar er is wel een avondklok om 10 uur. Een open centrum betekent ook dat we een goede relatie dienen te hebben met de buurt. En daar gaan we zeker alles aan doen. Ziezo, dit is hier het restaurant, de ontspanningsruimte. Maar mijn werk bestaat erin om mensen te begeleiden, mensen te ondersteunen, vooral in hun juridische procedure. Die is ingewikkeld. Die is sowieso ingewikkeld, maar voor mensen uit een andere cultuur, met een andere taal, met een ander kader, is dit zeker het geval. Dus wij informeren hen en we begeleiden hen zodanig dat de bezoeken aan dienstvreemdelingenzaken in Brussel, aan het commissariaat-generaal in Brussel, dat die goed verlopen. Die mensen zijn hier tijdelijk, maar uiteindelijk zijn die meestal bezig met hun asielprocedure. En voor de rest zullen die, zoals elk ander gezin, hier een leven leiden. De kinderen gaan naar school, eten koken, de ontspanning, tv kijken, zoals elk normaal gezin. We moeten realistisch zijn en ook het zou kunnen gebeuren dat een familie besmet geraakt. Daarom is deze kamer voorzien. Deze mensen zullen hier volledig alleen verblijven en enkel onder begeleiding de kamer kunnen verlaten. Ik begrijp natuurlijk de ongerustheid van de buurtbewoners, maar we weten uit het verleden, bij het openen van andere centra, dat die ongerustheid wel zal weg hebben. En bovendien, we hebben hier professionele medewerkers die dag en nacht ter beschikking zullen staan, 24 op 24, 7 op 7.